drie keer de Ronde van Vlaanderen winnen dan één keer Luik Bastenaken-Luik. Een uitspraak uit zijn mond genoteerd. Ongetwijfeld ook ingegeven door het feit dat deze wedstrijd hem veel meer ligt. Ze is hem bij wijze van spreken op het lijf geschreven. Niemand heeft een demarrage vanuit het zadel zoals deze Fabian Cancellara. Een revanche op zichzelf en is daar nu al mee bezig. Het is een man van emoties en steekt die ook niet weg. Hij heeft af en toe ook wel zwakkere momenten, maar haalt dan weer moed thuis. Vandaar dat hij na de E3 in Gent-Wevelgem liever naar Zwitserland ging om bij zijn vrouw en zijn twee kinderen te zijn. Om daar een lange trainingstocht te ondernemen, om dan laat, erg laat, vrijdag naar hier te komen. En dan keihard toe te slaan. Sagan weggeveegd in twee beurten en ook Roelands achtergelaten. Gewoon te sterk voor de rest. Hier komt Fabian Cancellara. Fabian Cancellara is als topfavoriet van start gegaan in deze Ronde van Vlaanderen 2013. En Fabian Cancellara heeft dat op een onwaarschijnlijk schone manier afgewerkt. Dit is voor Fabian Cancellara kerstmis en Pasen tegelijk. Dit is een kampioen en die mag de Ronde van Vlaanderen voor een tweede keer winnen. Hoed af! Dat is het geluk opzuigen. En hij heeft daar de tijd voor bijeengereden om dat ten volle kunnen te doen. Dat is mevrouw Cancellara. Er is ook een strijd voor de tweede plaats. Er strijdt een Belg tegen Peter Sagan voor plaats 2. Roelands, Lotto Pelisol komt in elk geval op het podium, zoveel is zeker. En Roelands, slim als hij is, heeft Sagan de kop opgedrongen. Sagan heeft veel gegeven, Roelands uiteraard ook. Het zou wel eens kunnen dat Roelands hier Sagan toch te grazen neemt. Ja, laat hem in ieder geval het werk doen. Hij zit in de meest gunstige positie, Roelands. Dus wat dat betreft zit hem goed. Alhoewel, het zal beter zijn mochten die mannen achteraan iets dichter zitten, iets meer druk zetten. 300 meter nog. Zit hem dicht op de huid, zoals dat moet. Sagan controleert, zoals een pistier dat volleerd doet. Ja, en achteraan gaan ze de sprint aan voor misschien Christophe die daar nog bij zit. Maar we zijn ook veel te lang gewacht. Roelands zet aan. Sagan volgt hem goed op. En nee. Het is op bij Roelands. Sagan wordt tweede en dan wordt de orde toch wel gerespecteerd. De orde in krachten. Sagan is tweede, Roelands is derde en heeft een knappe wedstrijd gereden. 1,27, hè? Maar heeft een knappe wedstrijd gereden. En nu gaan we eens kijken. Is het inderdaad Christophe die hier de vierde plaats wegkaapt? Dat is ook zo. Voilà.